Zo, we zijn terug. Ik had jullie nog in het filmpje over de meetzoekercamera, waarbij de X-Pro1 besproken heb, had ik jullie nog beloofd om, om ook over straatfotografie te spreken. En in dat bewuste filmpje heb ik eigenlijk niet zo heel veel over straatfotografie verteld, dus daarom heb ik nu een afzonderlijke video gemaakt, namelijk deze, die vooral over straatfotografie gaat. Dus eerst en vooral, wat is straatfotografie? Straatfotografie is eigenlijk heel eenvoudig met een fototoestel op straat rondwandelen en foto's maken van mooie momenten, van leuke momenten, van grappige momenten, van vooral mooie lichtsituaties. Nu, ik heb in mijn verleden bij de opleiding fotografie heb ik heel veel aan straatfotografie gedaan. Om de eenvoudige reden dat je tijdens je opleiding verplicht werd om je fototoestel altijd en overal zonder uitzondering bij je te hebben. Dus dat maakt als je op straat wandelt dat je altijd een fototoestel bij de hand hebt. Dus dan ga je al snel een aantal foto's maken van dingen die je ziet gebeuren. De reden dat ik terugkom op straatfotografie is omdat er in het vorige filmpje over meetzoekercamera's gesproken werd. Dat meetzoekercamera's geschikt zijn voor straatfotografie. Nu, het is niet zo dat je met een andere camera geen straatfotografie kunt doen natuurlijk. De meetzoeker is gewoon geschikt omdat je meer kunt anticiperen en meer ziet terwijl je foto's maakt. Bij een spiegelreflex is daar een klein trucje omheen als je door de lens kijkt met je ene oog door de zoeker, beter via de zoeker door de lens. Dan kan je altijd je andere oog open houden om alsnog de omgeving verder in het oog te houden. Dat is een klein trucje om ook met een spiegelreflex aan straatfotografie te kunnen doen. Met compact camera's kan je typisch bijvoorbeeld bij veel compact camera's de dag van vandaag heb je eigenlijk zelf geen zoeker meer. Kijk je enkel via het display door de lens. En dan kan je gemakkelijk zowel op het display als naar de omgeving kijken. Dus ook eenvoudige compact camera's zijn zeer geschikt. De Ricoh GR bijvoorbeeld is een compact camera die heel geschikt is voor straatfotografie. En wel omdat je daar een systeem hebt waarbij dat je kunt gaan pre-focussen en je focus vastlegt. Van hier tot daar is alles scherp. En dan hoef je niet meer scherp te stellen terwijl dat je momenten vastlegt. Maar je enkel zien dat je onderwerp zich op dat moment binnen dat bereik bevindt. En zo zijn er nog tal van compactcamera's die ongetwijfeld ook zeer geschikt zijn. Nu, bij straatfotografie, als je foto's neemt op straat, dan is... Dus ik sprak eerder al van mijn opleiding fotografie. Ik heb dus een aantal jaren aan fotografie aan de hogeschool gestudeerd en daarbij heb ik heel veel foto's gemaakt, onder andere op straat. Daar zal ik een aantal van in dit filmpje ook laten zien tussendoor. Je zal opmerken dat dat vooral zwart-wit foto's zijn. Dat is om de eenvoudige reden dat ik toen analoog werkte en verplicht werd om zwart-wit te werken. Nu, waarom is zwart-wit werken interessant? Ik heb daar ook een filmpje over gemaakt, heel kort samengevat. Zwart-wit fotografie is eigenlijk een manier om één element in de beeldvorming, namelijk kleur, volledig uit te schakelen. En dat maakt dat je kunt concentreren op andere zaken, zoals licht, compositie, beweging en dergelijke meer. Dus ook in straatfotografie, als je in zwart-wit werkt, kun je gemakkelijker concentreren op alles wat niet te maken heeft met kleur eigenlijk. Nu, er valt ook heel veel te zeggen voor het fotograferen in kleur. Maar hou er rekening mee dat kleur opnieuw een extra moeilijkheid is. En zeker als je begint met fotograferen, dan is het aan te raden om in zwart-wit te beginnen. Of je analoog of digitaal werkt, ik zou durven zeggen, voor straatfotografie moet je vooral heel veel proberen. Op zoek gaan naar momenten, daar zal heel veel in mislukken, dus er valt iets te zeggen voor digitaal. Aan de andere kant, dus digitaal om de eenvoudige reden dat je zonder extra kosten meer foto's kunt schieten. Terwijl bij analoge film zul je voor elke foto die je schiet, komt er eigenlijk een kost bij kijken. Aan de andere kant is analoge film heeft een veel groter dynamisch bereik. Dan heeft een aantal stops meer dynamisch bereik. Dus dat maakt dat als je verkeerd belicht, dat je bij analoge film vaak nog net iets meer detail kunt terughalen uit de foto. Dus in dat opzicht, zeker voor straatfotografie, waar dat je niet altijd op tijd erbij bent om de belichting aan te passen, is het ook wel gemakkelijk dat je iets meer foutmarge hebt. Een heel belangrijk, naast het licht is ook het moment een heel belangrijk gegeven bij straatfotografie. Dus als ik spreek van het moment, dan hebben we het over bijvoorbeeld zaken die gebeuren, mensen die naar elkaar kijken, mensen die elkaar een hand geven, mensen die met elkaar interageren. Allerlei soorten momenten die
vastgelegd worden. Dus niet zozeer van we gaan hier nu op dit moment een portret maken van iemand. Bij een portret is het moment minder belangrijk. Oké, uiteraard als die persoon op dat moment zijn ogen dicht houdt, is dat het verkeerde moment om die foto te maken. Maar het is niet dat het moment afhangt van een heleboel factoren. Terwijl bij straatfotografie heb je een hele pak oncontroleerbare factoren. En typisch ga je bij straatfotografie niet gaan mensen gaan zeggen van dit of dat te doen. Dus zelf niet gaan dirigeren, maar ga je gewoon de mensen vrij laten doen waar ze mee bezig zijn. Dus zo onopvallend mogelijk eigenlijk rondlopen met een fototoestel. Een kleiner fototoestel bij de hand hebben is dan iets gemakkelijker dan een groot fototoestel met een grote lens. Vorig weekend nog bijvoorbeeld, zei mijn dochter mij, we waren in Gent, in het centrum aan het wandelen, aan het winkelen eigenlijk. En mijn dochter zei mij van, oh, ik heb daar net op de markt, op de vrijdagsmarkt liep er iemand met zo'n grote telelens. Dus dat valt op, als je met zo'n grote telelens te binnen het publiek rondloopt, dan valt dat op dat je op dat moment foto's aan het nemen bent. Terwijl was die persoon op dat moment met een kleine compactcamera hier en daar wat foto's aan het maken, of zelfs met een spiegelreflex, met een kitlens of met een kleine primelens, dan is dat veel minder opvallend. Kun je veel gemakkelijker foto's maken van momenten waarbij dat de omgeving duidelijk niet in het oog heeft dat die gefotografeerd wordt. Dus het moment is heel belangrijk bij straatfotografie. Nu, dat neemt niet weg als je iemand ziet passeren, dat je die niet mag aanspreken om snel een portret te maken ofzo. Dus, nu, als we spreken van straatfotografie, dan lopen we rond op straat, we hebben ons fototoestel bij de hand. De grootste uitdaging daar is, naast het vinden van mooie momenten en mooie lichtsituaties, is de grootste technische uitdaging van juist die techniek, dus van het feit van een goede correcte belichting te behalen met een diafragma dat geschikt is voor de situatie en een sluitertijd die geschikt is voor de situatie en eigenlijk zelf een ISO-waarde die geschikt is voor de situatie. Die technische uitdaging, of die technische instelling, de uitdaging is van die technische instellingen niet in de weg te laten staan van je creativiteit. Dus als je op dat moment foto's aan het nemen bent, je ziet iets gebeuren en je moet nog snel een ander diafragma, een andere sluitertijd, nog dit, dat, vooruit weet is het moment voorbij. Dus dan is een veel toegepaste truc voor straatfotografie, waarbij het moment dus net zo belangrijk is van uw diafragma, uw sluitertijd en uw ISO-waarde op voorhand in te stellen. Nu, hoe kun je dat doen? Als je buiten komt en je hebt een bewolkte dag, met echt volledig overtrokken, hè, waarbij dat de zon er zo goed als nooit doorkomt, dan heb je een vrij constante lichtsituatie. En als je dan open op straat loopt en niet de donkere steegjes in gaat, uiteraard, maar en ook niet binnen en buiten gaat, dan kan je meestal wel een belichting vastleggen die eigenlijk voor veel van uw onderwerpen geschikt zal zijn. De Engelse term daarvoor is zone metering. Dat betekent dat je een bepaalde belichting vastlegt en dat je die belichting vervolgens gebruikt. Nu, zoals gezegd, dat is enkel mogelijk als je met een constante of een vrij constante lichtsituatie werkt. Uiteraard, als je in de RAW schiet, heb je altijd nog wat marge. De camera's, de digitale camera's vandaag hebben 12 tot 14 stops dynamisch bereik, dus dan kan je al een klein beetje ernaast. Het is altijd beter van iets te veel onder te belichten, omdat je in de donkere delen een gemakkelijker detail nog kunt terug naar boven halen achteraf op de computer, terwijl bij de overbelichting is het iets moeilijker om er terug detail in te krijgen. Iets dat volledig wit is, heeft vaak geen detail meer. Dat is ook de reden dat je bijvoorbeeld zogenaamde clipping kunt activeren op digitale camera's, waarbij dat je gemakkelijk kunt zien met bijvoorbeeld zebrapatronen, waarbij dat er zo'n zebrapatroon over delen op je beeld in je digitale zoeker of op je display getoond worden die overbelicht zullen zijn. Dus probeer die zaken te vermijden wel. Dus hoe gaan we nu technisch te werk? Ik heb eerder al een filmpje gemaakt over de regel van 16. Dat is een klein beetje vergelijkbaar in die zin. De regel van 16 is eigenlijk gemaakt voor het geval dat je geen lichtmeter bij de hand zou hebben, dat je toch aan de hand van het weer in open veld een belichting zou kunnen inschatten voor een bepaalde ISO-waarde.